is helemaal gek geworden. Hij is gek zo. Waarom ik snap het niet? Waarom heb je het gedaan? Ja, weet je, omdat hij gek is. Wie? Die gast met die rare lip. Gewoon zomaar. Kom gewoon naar me toe. Hij begint je zomaar te slaan. Wat denkt hij wel, man? Het ergste is meestal gewoon de meelopers. Dat zie je gewoon veel. Dat er gewoon veel meelopers zijn. En Bart Melu is een vuile pisvlek. En hij moet gewoon dood. Zo tegenaan. En zoals ik er nu bij loop, met dit hoofd kan ik er prima mee over straat. Toch? Nee, nou. Hoe vaker je gepest wordt, hoe leger je je voelt, hoe meer verdriet je hebt. Nee, niemand was geïnteresseerd in zo'n lelijkste verdriet. Ik ben als kind onteerd, zelfs de pedo's wilden mij niet. Het is een beetje alsof je een appel op de grond gooit. Hè? Dan komt er een rotte plek op, maar die zie je niet. Want er zit nog schil overheen. En dan gooi je nog een keer en dan komt er nog een rotte plek. En nog een rotte plek. En nog een rotte plek. Totdat je met je duim doet. En helemaal zo dwars door die appel heen kunt duwen. In mijn klas zie je ook wel dat sommige kinderen worden gepest. En zo is best wel heel erg. Ik bedoel, dat is gewoon niet normaal dat dat gebeurt. We moeten gewoon stoppen. Oeh, als ze maar niet op zijn bek slaan. Als ze maar niet op zijn bek slaan. Nou, en nog geen 2 weken na deze foto. Hoppakee. Lekker met 2 tampons in zijn neus te mekken in het ziekenhuis. Yeah. Wat actief, jongen, kom dan, jongen. Hey. Oh. Als je niet heel knap bent, hè, als jongen, is het hartstikke moeilijk om meisjes te krijgen. Toch? Als je daar een paar gasten zitten die precies weten waar ik het over heb. Toch? Ik ben zelf vroeger ook wel gepest, dus ik ken mezelf er wel in. En gewoon positief denken, daar ben ik er wel helemaal mee eens. Gewoon over elke negatieve gedachte een positieve gedachte tegenover te zijn. Ik weet niet dat al die pestkoppen daarna zullen luisteren. Het zal dus niet volgende dag meteen over zijn. Maar ik vind het een heel goed voorbeeld om... ik vind wel dat het doorgezet moet worden eigenlijk. Ik vind het wel heel leuk en ik vind het ook goed dat hij dat doet. En knap. Wij zijn uniek. Perfect en sympathiek. Ja, wij zijn allemaal... Terwijl we weten dat we altijd aardig moeten zijn, geen vervelende dingen op Twitter moeten schrijven en al helemaal geen banaan in de onderkant van de eerste klas moeten duwen, we zijn geweldig. En sociaal. Dames en heren, ik was het. Dankjewel.